vraag op straat. Ik sta hier voor het nieuwe station in Breda. Heeft ruim 140 miljoen euro gekost. Maar wat vindt u er eigenlijk van? Ondervindt u voordelen, nadelen aan het station? Vindt u het gezellig? Wat zijn de verbeterpunten? Vraag op straat vraagt het aan u. Nou, ik vind het in ieder geval echt heel fijn dat je niet meer dat hele stuk om hoeft te lopen. Want dat was voorheen echt ja, toch 10 minuten lopen voor mijn gevoel. Dus ja, ik vind het alleen maar een verbetering. Het is wel weer hetzelfde als voorheen. Het is natuurlijk een stuk mooier, maar ik vind het wel echt een verbetering. Ja, absoluut. Nou, ik vind het een hele mooie uitstraling hebben, dat sowieso. We hebben natuurlijk heel lang, volgens mij 2 jaar lang, de trap op moeten gaan. En ik woon op de Ceresstraat en ja, dat was altijd best wel makkelijk, die trap. Ook al was het best vermoeiend. En nu bedacht ik me ineens, oh, ik moet wel eventjes een paar extra minuten in calculeren om bij het station te komen. Maar ik vind het heel mooi uitzien en ik ben blij dat het open is nu, eindelijk. Ja, ik vind het een heel tof station, een mooi visitekaartje voor de gemeente Breda. En ik werk zelf bij de gemeente Breda, dus ik vind elke euro vind ik wel besteed als ik kijk naar het eindresultaat. Tot zover. Ik vind het gebouw op zich wel mooi, alleen de indeling vind ik niet zo'n succes. Nou ja, ik vind het eigenlijk best wel heel erg mooi. En dit vind ik ook wel handig, dat die tunnel nu open is. Het ziet er goed uit, ik vind het een hele vooruitgang. Ja, tot nu toe vind ik het een prachtig station, moet ik eerlijk zeggen. Ik kom er elke dag 2 keer vanwege mijn werk, ik stap hier ook over. En ik heb er van begin af aan heb ik het op zien bouwen. En zelf is het mijn geboortegrond. Dus ik vind het heel leuk en toch wel mooi om dit zo te zien. Ja. En als ik dan vertel dat er op de social media verschenen is dat we in de top 5 staan van meest ongezellige stations. Wat is daar uw reactie op? Ja, ik vind dat ik daar nog geen mening over kan geven. Omdat er nog heel veel leegstand is. En als ik nu vanmorgen hier doorheen loop, dan zie ik van het licht kom ik hier in het donker. En dan mis ik die winkeltjes. Kijk, als je die winkeltjes straks ook hebt, ja, dan is het natuurlijk veel gezelliger. Hoewel ik wel aan moet geven dat bijvoorbeeld de kiosk die vroeger hier aan de voorkant zat, die zit nou ver weg naar achteren. En als ik daar elke keer langs loop om een rondje in verband met overstap daar langs te lopen, dan zie ik daar heel weinig mensen binnen. En dan denk ik van ja, die sfeer is nu wel iets anders als dat het in het verleden was, want toen was het gezellig druk hiervoor. Maar ja, het is er niet helemaal af en ik weet niet of ze daar blijven zitten en of ze ergens anders naartoe gaan. En ik denk dat ze daar iets mee moeten doen om te zorgen dat het dan toch wel sfeervoller wordt. Maar om nu te zeggen van nou, ik vind het slecht, nee, dat moeten we even afwachten. Nou, ik vind wel, je ziet eigenlijk in heel Nederland dat ze allemaal een beetje een strak uiterlijk krijgen. Dus dat vind ik wel goed dat ze dat in Breda ook doorvoeren. En ja, het is toch wel een station waar heel veel treinen op aankomen, waar heel veel mensen doorgaan. Dus ik denk dat vooral het ruimtelijk het misschien een beetje ja, abstract en ongezellig maakt. Maar ja, ik vind dat juist heel prettig. Ik ervaar dat als heel fijn. Dat je gewoon niet een heel klein, onoverzichtelijk stationnetje hebt. Wat ik het vorige toch wel echt vond. Dus ja, ik vind het eigenlijk gewoon een heel mooi station. Nee, want ik heb er wel een paar andere gezien die toch wel echt slechter aan toe zijn hoor. En het ziet er gewoon heel modern uit. Ja, natuurlijk, een station is meestal niet heel erg gezellig. Maar ja, ik vind het niet onaardig, nee. Ja, weet je, ik ga normaal helemaal niet zo vaak met de trein, want ik rijd meestal met de auto. En als ik zo binnenkom, denk ik, ja, ik vind het er allemaal netjes uitzien. Ik heb ook nog een moeder die in een rolstoel zit, die ik regelmatig meeneem met de trein. En ten opzichte van het vorige station is dit wel wat gebruiksvriendelijker, omdat er op elk perron wel een lift aanwezig is om ze makkelijk te kunnen vervoeren. Dus wat dat betreft vind ik het wel oké.